Elke week stel ik jullie een organisatie voor die het verschil kan maken dankzij de spelers van de Nationale Loterij. Vandaag heb ik afgesproken met Geert van Housing First. Geert? Ja, inderdaad. Hallo, ik ben Julie. Zij willen mensen die op straat leven opnieuw een dak boven het hoofd bieden. Kun jij mij iets meer vertellen over Housing First? Want daarvoor ben ik hier. Hè? Ja, Housing First is eigenlijk een vrij nieuwe manier van kijken naar mensen die dakloos zijn. Ze krijgen een huurcontract zoals u en ik een woning hebben. En in uw woning zit jij baas en bepaalde jij welke regels dat er zijn en wat er gebeurt. Zeg, en we zijn hier nu in Antwerpen, maar is dat ook in andere steden? Of? Het project is in 2013 gestart als een experiment met behulp van de Nationale Loterij. In vijf steden in België. Een huis, een adres is eigenlijk een deel van wie we zijn. Een adres is absoluut deel van wat we zijn, van wie we zijn. En is ook het begin van herstel, het begin van nieuwe dingen te kunnen doen. Een opleiding te kunnen volgen, van werk te kunnen vinden, van ergens iemand te kunnen zijn. Nummer 1. Hallo, Pietje. Hallo. Dag, Steve. Dag. Hoe is het? Ik ga met mijn maag doen, maar ik ben Julie. Ah, Julie, kom eens binnen. Jij hebt dat hier eigenlijk, Steve, helemaal volgens je eigen goesting? Volgens mijn eigen goesting helemaal zelf niet echt. Ja, aanslag gekozen. Zeg, en heb je een goeie bed? Ja, ik vind dat wel. Vind ik lekker. Ik heb bijna 20 jaar aan de rust zijn en ik ben klein 3 jaar. Proficiat. Dank je. Jij was vroeger dakloos. Dakloos, ja. Hoe lang? En dit weer? Ik ben al de chans. 8 jaar. Ja. Na al die jaren op de straat of in opvangtehuizen ben jij hier terechtgekomen. Ja. Ik heb het teruggepakt. Dat zal wel zijn. Dat was al jouw mama zijn. Dat is een beetje uw paleis hier. Het is mijn plaats. Hè. Het is ook, ik heb het gecreëerd. Ik onderhoud het gelijk als moet. Ik heb eten elke dag. Ruzie met niemand. En ik weet niet of je nog niemand hebt. Wanneer is een mens gelukkig? Als hij zich ergens thuis kan voelen. Voilà. En een mens is gelukkig dat hij zelf met zijn eigen kan leven. Als je in de spiegels maar je zegt en zegt van, wat een vermaak.